Vandaag is hier in het provinciehuis in Zuid-Holland iets heel bijzonders gebeurd. Want ze waren er gisteren zelf heel blij mee, de landelijke en provinciale lijsttrekkers van Forum voor Democratie. Na weken onderhandelen heeft de partij samen met CDA en VVD een conceptakkoord gesloten. Waar Forum tijdens de verkiezingen grote woorden gebruikte op landelijk niveau, is daarvan nu provinciaal in Zuid-Holland weinig over. Dat concept coalitieakkoord is natuurlijk in de eerste plaats een VVD-achtig document. Ik zou zeggen, de champagne ontkurkte gisteravond bij de VVD, want FVD is gewoon helemaal ingepakt en er is gewoon een VVD-akkoord uitgekomen. Journalist Chris Alberts volgt de partij al sinds de oprichting in 2015 en ziet dat Forum flink heeft ingeleverd. Het is een wat rechtsig akkoord, maar het is ook weer niet zo rechts dat je nou kan zeggen van er kan een linkse partij kan daar niet bij aanhaken. Zo hebben de partijen oog voor klimaat, maar moeten windmolens niet meer op land, maar alleen voor de kust komen. Moet de komst van een kerncentrale worden onderzocht en zouden in leegstaande kantoren extra woningen moeten worden gemaakt. Maar dat kunnen de partijen niet alleen. We hebben nu 25 zetels van de 55, dus we hebben er nog 3 nodig. Nou ja, SGP, 50+, misschien zelfs Partij van de Arbeid. Geen enkele partij die wij spreken zegt direct ja tegen de plannen. 50+ bijvoorbeeld wil wel, maar dan moet er wel aan het akkoord gesleuteld worden. Wij willen wel graag wat meer een sociaal gezicht. We willen graag wat meer leefbaarheid en gezondheid ook in het beleid van de provincie terugzien. Dat ziet u nu niet in dat akkoord? Ik zie dat onvoldoende in het akkoord. Dus ja, het wordt wel een hele moeilijke zaak. Het gaat om gunnen we het Forum en het gaat ook over wil je je daarmee associëren. Dus ja, het is een hele onduidelijke situatie in feite.